Hey, dank jullie wel voor het kijken naar onze video. Het speelgoed dat ik gebruikt heb voor de video te maken is dit. En wat is dit? Eigenlijk is dit een superleuk gezelschapsspel. Zoals je kan zien is het van het merk Scratch. En we zullen eens even kijken hoe het er van binnen uitziet. Tada! Wat krijgen we allemaal bijgeleverd? Dat is dit. En zoals je kan zien, de vissen. Dus. We hebben al onze kleurrijke vissen. En die mogen het water in. Want zoals je kan zien, is dit het water. Met een boot en iemand die ook probeert vissen te vangen. Eens alle vissen in het water liggen, kunnen we beginnen met het volgende. En dat zit hierin. Wij hebben wat nodig is om vissen te vangen uiteraard. 2 vislijnen. Tadam. Dat zijn deze. En elk team krijgt een vislijn. Maar hoe kunnen we dan de punten gaan rangschikken? Geen probleem. Dit is een scorebord. En hier is er nog eentje. Eens de 2 teams klaar zijn voor te starten, mogen ze elk om beurt gaan vissen. Oh, hier is er al eentje. Deze vis kan dan worden opgehangen aan het scorebord. Ja, nog eentje. Zoals je kan zien, zijn er ook verschillende kleuren. We hebben een gele, een oranje, een blauwe, een grijze. En we gaan verder. Tot ze allemaal gevangen zijn. Zo, alle vissen zijn gevangen. Hey, maar wacht eens even. 1, 2, 3, 4, 5 vissen. 1, 2, 3, 4, ook 5 vissen. Wie is er nu uiteindelijk de winnaar? En hoe bepalen we dat? Wel, achteraan staan er cijfers op. Dit is een vis met 5 punten. Dit is een vis met 4 punten, eentje met 2 punten, 5 punten en nog eens 2. En uiteraard heeft de andere speler net hetzelfde. Hier zien we 4 punten, 3, hier ook 3 punten had ik gezien, dan nog 1 en nog eens 1. Wie uiteindelijk de meeste punten scoort, is de winnaar. Superleuk gezelschapsspel. Veel plezier en tot de volgende keer. Dag!